Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een vierde aflevering van de PC Master Race Show hier bij GameKings, gesponsord door Asus ROG. En natuurlijk heb ik hier naast me mijn vaste handlanger Steven Sanders en onze gast van vandaag, GK Donny. Donny, welkom jongen, hoe is het? Zo, ja goed man, goed. Long time. Ja, long time inderdaad. Leuk om er weer eens bij te zijn. Gezellig. Volgens mij de laatste keer dat we elkaar hebben gesproken was tijdens, was dat die GameKings livestream, die echt inmiddels legendarisch is gebleken? Ja, klopt, ja. De lockdown of quarantine stream was dat geloof ik. Ja, ja dat, we zijn iets langer doorgegaan dan gepland, geloof ik. Maar, ik weet het nog, want ik dacht dat ik het heel laat had gemaakt. Ik heb trouwens nog Vasco zien sterven in die stream later. Oh ja. Die liet ook gewoon zijn camera aanstaan en je zag het op een gegeven moment gewoon daglicht worden bij hem. En ik denk dat ik 4-5 uur naar bed ben gegaan en ik werd wakker de volgende dag. En ik zag een Instagram story van Jelle. En ik zei, what the fuck doe jij zo vroeg op? Nee, we zijn net pas klaar. Hij zei, die Donny bleef maar gaan. Hey Donny. Ja. Voor de mensen die je niet kennen, ik betwijfel of dat überhaupt nog mogelijk is. Maar jij bent een van de OG's natuurlijk bij GameKings. Een van de grootste tech-nerds ook bij GameKings. Dus ja, je moest natuurlijk wel plaatsnemen hier in deze talkshow. Hoe ben jij in eerste instantie? Volgens mij ben je ook grondlegger trouwens van Hardware Woensdag, is dat zo? Samen met Steve? Ja, wij hebben dat als eerste. We zijn er als eerste soort van mee begonnen, geloof ik. Ja, ik weet dat er. Ik kan me dat geweldige item nog herinneren. Met dat er een harde schijf vervangen moest worden in de PlayStation 3. Ja, Steven en Boris. Ja, en Boris, die was ook wel de instigator. En want die kwam natuurlijk ook helemaal in het begin met zijn Ambilight aan. Oh ja, een wake-up light was het toch? Nog. Ja, oh ja. Die wake-up light, ja. Ja, heel vet. Hey, Donny. We kennen je natuurlijk ook als iemand die een gigantische voorliefde heeft voor retro games. Maar dat klopt. Je bent ook PC-gamer. Dat klopt, dat Hoe klopt ben je zeker, ooit in aanraking gekomen met PC-gamer? Nou, ik moet zeggen, ik had geluk. Want mijn vader destijds, die werkte bij een bedrijf waar het werken met een PC al heel vroeg eigenlijk de norm was. Dus er kwam er eentje thuis te staan. En dat was dus echt nog, dan praten we echt over de 086 met 512 kilobyte geheugen en 360 kilobyte floppy drives. Harde schijven, nooit van gehoord. Een muis, ja joh, dat. Dat komt allemaal later wel. Maar dus ik heb echt een beetje dat. Het begin van de personal computer. Dat bedoel ik dus, de IBM PC compatible. Want personal computers bestaan natuurlijk al wat langer. Mm-hmm. Maar daar was ik soort van bijna bij. Heel vet. Ik kan me nog herinneren dat we thuis een 286 hadden, inderdaad. Dus wij zijn denk ik iets later ingestapt. Mijn vader die bouwde ze ook zelf samen met een vriend van hem. Deed je dat ook toen al? Nee, toen nog niet, want ik was echt nog heel klein en het was allemaal van komt van mijn werk, dus afblijven. niet openmaken, niet mee klooien. En in het begin kocht ik nog wel zelf kant-en-klaar PC's, maar al heel gauw begonnen mijn handen te jeuken en dacht ik moet dat zelf doen en dat ding gaat open. En voordat ik het wist was de volgende beeld eentje van mezelf. En als je dat virus eenmaal hebt, no pun intended, dan kan je dat ook niet meer loslaten, toch? Nee, dat klopt. Het is, ik hou daar nog steeds ontzettend van en ik doe dat nog steeds heel erg graag. Ik klooi er lekker op los en dat is gewoon een hobby die nooit meer weggaat. Nee, ik snap je helemaal. Hey, je kon geen vlog maken even, want we beginnen de PC Master Race heel even vaak met de vlog van de gast. Dat kon niet, jij zit midden in een verbouwing. Maar dat klopt, ik ben toch wel heel even benieuwd naar. Waar game je op dit moment op? Wat is op dit moment jouw gaming PC? Poeh, nou, met schaamrood op mijn kaken, voor zover je dat zou kunnen zien, hè. Is dat nog steeds een wat ouder Intel Core i7. Ik denk tweede of derde generatie, zo uit mijn hoofd. Okay. Met een, inmiddels heb ik de videokaart wel een paar keer upgraded, dus daar zit dan wel een GTX 970 in.
Oud spul inmiddels, maar gek genoeg of grappig genoeg zijn de meeste games die ik erop speel, die zijn nog prima te spelen. Sommige zelfs op high, maar misschien komt het ook omdat ik geen 144 hertz 4K monitor eraan heb hangen, maar nog steeds een bescheiden 1080p. En, nou, dat scheelt absoluut. Ja, dus in principe kan ik gewoon nog alles draaien. Dus ik heb niet zo'n haast. Ik heb het een flinke tijd voor me uitgeschoven. Maar ik moet zeggen dat het nu wel echt begint te kriebelen, hoor. Ja, ik heb wel echt zin om een nieuwe bak te bouwen. Maar hoezo begint het nu te kriebelen? Heeft dat met een bepaalde aankondiging te maken, of? Ja, met bepaalde aankondigingen. En ik moet zeggen dat ik ook al heel erg enthousiast was over het Ryzen-kamp. Ik bedoel, ik heb nooit echt haat gehad voor Intel, hoor. Laten we daar gewoon simpel over zijn. Maar ik kan me nog goed herinneren de eerste keer dat AMD... Of, het was niet echt de eerste keer, maar de eerste grote bekende keer dat AMD ontop was, en dat was in het Athlon tijdperk. Nou, die gekte en die concurrentie madness die daarop losbarstte, dat was zo tof om te zien. En ik merk dat ik nu diezelfde gevoelens weer naar boven borrelen. En als ik zie wat je tegenwoordig kan krijgen qua price performance, dan dan merk ik toch wel echt dat, ja, ik heb er gewoon weer zin in. Ik heb gewoon zin om een dikke Ryzen bak te bouwen. Ja, nee, ik snap je helemaal. We hebben het er altijd vaak over natuurlijk in de PC Master Race. Ryzen, wij zijn allemaal eigenlijk Ryzen-minded. Ja, dat kan haast ook niet anders als je ziet wat ze bieden. Maar we hebben vorige keer de vraag gesteld, Steven. Ik weet niet of je dat nog weet. Van, als je nu zou moeten kiezen voor een nieuwe PC-build, waar zou je voor gaan? AMD of Ryzen? En wij zeiden eigenlijk allemaal unaniem blind Ryzen. En het zou ons verbazen als de community iets anders zou zeggen. Weet je wat de uitslag uiteindelijk is geweest van die poll? Nou, Intel kennelijk. Nee, dat niet. Maar wel 45% zou voor een Intel gaan op dit moment nog steeds. Ja. Ik vond het wel verrassend. Is dat gewoon merktrouw? Of? Ja, en ook gewoon, denk ik, gewoonte. Ja, het is niet echt iets anders eigenlijk. En ook natuurlijk... Ja, niet per se dat iedereen zoveel waarde hecht aan de verschillen. Ik bedoel, het is niet alsof de Intel-chips nu slecht zijn. Er is er altijd één het snelst. Maar dat betekent niet dat de minder snelle veel minder goed is. En we zijn met allemaal dingen ook natuurlijk rekening aan het houden. Hyperthreading, ondersteuning in games in de toekomst. Bla, bla, bla. Maar ja, voor een heleboel consumenten... Ja, die zijn ook niet zo ver vooruit aan het denken... Mensen, misschien staren zich ook nog wat meer blind op die pure single-core gaming performance. Wat, dat voordeel hebben ze nog? Ja, maar die benchmark is, vind ik, niet zo relevant en niet zo sprekend voor normaal gebruik. Want, weet je, iedereen op zijn PC heeft wat extra dingen op de achtergrond staan. Die benchmarks zijn zo geïsoleerd op pure game performance... Dat als jij met je normale PC, als die opstart en het is je standaard PC waar je meer op doet. Mm-hmm. De dingen die al op de achtergrond draaien, maken dat voordeel uit die benchmark in de praktijk al minder groot. Dus je hebt best kans dat als jij gewoon een game speelt, dat ook zonder hyperthreading optimalisatie, dat de AMD-chip beter zou kunnen presteren dan een Intel-chip. Ja, ja, nou, dat is inderdaad zeker interessant. Ik vond het echt opvallend dat 45% daar nog steeds voor koos. Want een grote Duitse retailer, ik ben heel even de naam kwijt, liet onlangs weten namelijk dat ze in het afgelopen jaar met de chip sales was echt 85% was Ryzen en de rest was Intel. Dat is wel echt huge. Zeker. Dat is inderdaad wel iets... aan de ene kant had ik zoiets van... Nou, ik had het niet anders verwacht. Maar aan de andere kant hoor je inderdaad ook nog steeds... de verhalen van mensen die zeggen... Ja, maar voor een bepaald specifiek doel... is Intel toch nog steeds beter. En of qua support is het dan iets dat een reden is om te kiezen voor Intel. Het schijnt dat met sommige virtualisatie... doeleinden mensen nog kiezen voor Intel. Dus inderdaad de mensen die naast het gamen ook nog iets anders doen. Dus op zich snap ik het wel. En inderdaad die single core performance, dat hoor ik inderdaad ook heel veel, dat mensen dat nog kiezen
als reden voor, om voor Intel te gaan. Dit is maar, een beetje een vanity metric, zou je dan zeggen, als Steven het op deze manier uitlegt, toch? Ja. Ja, ik denk het wel hoor. En, wat wel interessant is trouwens, even een heel klein zijsprongetje, dat er waren nog niet zo lang geleden volgens mij wat metrics van Steam bekendgemaakt. En die meten natuurlijk ook waar al hun gebruikers qua hardware op spelen. En dat daar weer blijkt qua videokaarten dat echt nagenoeg bijna iedereen op Nvidia zit. Ja. Dus ondanks dat die recente Navi-GPU natuurlijk wel veel meer voor ze heeft gedaan dan de generatie kaarten ervoor, is het marktaandeel op Steam in ieder geval qua Nvidia versus AMD echt nog, volgens mij was het iets van 85% in het voordeel van Nvidia. Ja, het ding is daarmee ook van, ja, ze hebben ook nog niet echt een groot competitief voordeel ten opzichte van Nvidia natuurlijk, wanneer je die kaarten tegenover elkaar zet. En... Nou ja, echt wel. Qua prijs hadden ze echt een hele mooie performer. Maar ik denk dat wat stuk heeft gemaakt is dat die stabiliteitsissues er zijn en dat sommige mensen afschrikt. Ja, maar ik wou zeggen, maar zo gigantisch is dat prijsverschil toch niet? Nou, het was best wel... toen zij in de €400 gewoon een mooie XT hadden, was de 2070 Super, die zat echt nog wel goed in de 500. Mm-hmm. Dus dat was echt wel een stevig prijsverschil. En het performanceverschil was gewoon niet zo groot. En in sommige gevallen was dat er zelfs voor in het voordeel van AMD. Ja, maar ja, zeker als je... Zeker als je full HD gamet, dan is inderdaad misschien een iets lagere RTX qua prijsprestatie wel een betere keus. Zeker gezien bottlenecking, dan dat je inderdaad voor een 2080 zou gaan. Ja, nou, mijn ding is meer van, kijk, voor mij persoonlijk zou dat prijsverschil er niet voor me doen. En wanneer je dan kijkt naar de track record en reliability inderdaad van Nvidia GPU's, stel daarbij op technieken zoals deep learning supersampling, die nu toch wel redelijk breed wordt uitgedraaid in de games nu. Ja, vind ik dat prijsverschil, vind ik het gewoon niet waard persoonlijk nog. En we gaan zien of dat in de toekomst nog een verschil gaat maken. Maar Donnie, nog even één belangrijke vraag. Je bent een hackerman, Mr. Robot, toch? Wat voor camera gebruik je nu? Oh, nou ja, dat een klassieker. De retro Donnie in mij is nog steeds wakker. Het is namelijk een PlayStation 3 webcam. Oh, is een PlayStation 3? Ik dacht dat het van de PlayStation 2 was die AI. Nee. De PlayStation 3. Nee, die van de PlayStation 2 is wel heel crappy, zeg maar. Ja, daar had ik even ik gevonden. Ja, ik moet zeggen, die heb ik ook een tijdje gebruikt, hoor. Grappig genoeg werkt dat allemaal gewoon op de PC. En ik heb geen webcam, dus... nu met dat hele thuiswerk gebeuren is het natuurlijk wel handig om er een te hebben. Maar ik dacht, nou, om er dan meteen eentje te kopen als ik er ook nog 2-3 heb liggen waar ik eigenlijk niks meer mee doe. Nou ja, wie weet werkt het gewoon op de PC. Nou, inprikken en gaan. Ja, en hij doet het gewoon prima. Dus dat is heel erg mooi. Hey, Steven, jij stuurde me onlangs, een foto van allemaal shit die je had klaar liggen. Oh ja. En je bleef nog gewoon... Jij hebt echt engelengeduld. En daar snap ik echt geen ene moer van. Want je had een nieuwe case had je klaarstaan. Wat nieuwe onderdeeltjes had je klaar liggen. Ja. En ik zoiets van... Waarom ben je die nu niet in elkaar aan het zetten? Nee, dat komt wel. Dat komt wel. Kijk. Oh, hij staat nog steeds daar gewoon. Kijk eens aan. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hij staat nu zeker al een maand zo naast je dan. Ja. Ja, nee, het is... Ik wil hem heel graag in elkaar zetten. Alleen, hij ligt hier ook netjes met de stapel witte fans. Alleen mijn vrije tijd is redelijk schaars. Dus die 3 uur die ik kwijt ben als ik alles even netjes wil gaan omzetten. Als ik niks aan het spelen ben, dan gebeurt dat onmiddellijk. Maar ik ben de hele tijd wat aan het spelen. Dus iedere keer als ik 3 uur heb, dan ga ik lekker wat zitten spelen eigenlijk. Ik haal echt liever nog gewoon een nachtje door om gewoon gelijk aan de slag te kunnen gaan met nieuwe hardware. Tuurlijk, dat is gesproken als iemand die geen 3 kinderen heeft. Dat is 100% waar, ja. Ja. Nee, dus die uurtjes die zijn wat schaarser. En
Ja, wat ik zeg, ik was iedere keer iets aan het spelen. Dus ik, ja, ik maakte gewoon de keus van als ik 3 uur heb, dan ga ik verder met gamen. In plaats van het apparaat waarop ik die game speel uit elkaar halen. Want dan kan ik niet gamen. Nou ja, gamen schijnt ook een mooie bezigheid te zijn. Het is best leuk. Het is bijna bijzaak voor mij, met, wanneer we het over PC's hebben. Maar ik heb in de afgelopen tijd ook nog een kleine upgrade gehad. Ik heb een gaming PC gebouwd voor mijn vader, trouwens. Dat was sowieso echt heel erg vet. Het Ryzen 5 3600 systeem met de B450 moederbord. En dat kwam gewoon puur en alleen, ja, je verwachtte niet. Microsoft Flight Simulator was uit. En hij wilde per se Microsoft Flight Simulator spelen, dus... Ik heb die PC voor hem gebouwd. Ik had in mijn huidige PC een 550 watt power supply zitten. Dat zou net te krap zijn, denk ik, met de nieuwe generatie kaarten die er aan zitten te komen. Daar gaan we het straks even uitgebreid over hebben. Dus ik had zoiets van, pa, ik bestel een 750 watt power supply. Dan zet ik die 550 bij jou erin en dan installeer ik die 750 bij mij. Maar jezus, wat is een power supply af en toe erin zetten? Een pleuriswerk, man. Verschrikkelijk. Heb je dan over cable management? Cable management, of... maar vooral die CPU 6 pins links bovenin. Verschrikkelijk om die erin te krijgen in mijn case. En zeker ook met deze kabels die erbij geleverd waren. Het was echt verschrikkelijk. Maar ik heb het gedaan, dus voor nu nog even een paar nachtjes wachten. En dan kan er hopelijk... een nieuwe GPU in. Dus. Welke case heb je? Ik heb de NZXT H510 Elite. Okay. Of de H500 Elite. Het is in ieder geval die ook met een glazen transparante voorkant. Waar ik 2 fans in heb zitten en een radiator. Oké. Okay. Dus ik was daar super psyched voor. Ja. En laten we maar gelijk beginnen met het nieuws. Want het is het nieuws wat natuurlijk de afgelopen maanden de PC Master Race heeft gedomineerd. De nieuwe kaarten van Nvidia, de 3070, de 3080 en de 3090, die zijn eindelijk uit de doeken gedaan bij Jensen Huang in zijn keuken. Zoals hij dat nu wel vaker doet tijdens deze coronaperiode. Hij lag mooi verborgen achter echt 500 spatula's of zo die er op de achtergrond lagen. Maar jongens, wat zijn jullie allereerste indrukken van deze onthulling? Zo, ja, ik had zoiets van, wauw. Tenminste, het komt natuurlijk wel vaker voor dat als er een videokaart wordt aangekondigd, dat mensen altijd zeggen van, de specs zijn helemaal geweldig en het wordt allemaal nog veel beter dan de voorganger. En nu leek dat verschil wel echt heel groot. Dus ik dacht zo, als dat inderdaad echt waar is... dan is dit wel een flinke stap vooruit. Dus toen, daar werd ik wel, wel enthousiast van, ja. En jij, Steve? Ja, dat hele verhaal van tevoren over de performance gain die er zou zijn... die was best wel, best wel hoge verwachtingen. Vanuit Nvidia maar, of de leaks? Ja, de leaks van tevoren. Ja, maar ook wat Nvidia zei eigenlijk. Die kwamen toch ook wel met stevige percentages. Hoeveel sneller het allemaal zou zijn. En ze hebben het waargemaakt. Het is echt wel een powerhouse. En de percentages over de hele linie. Alle verschillende game benchmarks. Maar ook alle TimeSpy, noem het maar op. Alle benchmark-programma's. Het zijn wel echt serieuze gains over de huidige generatie. Dus het is een monsterkaart. En toch zie ik best wel wat salty mensen. Want natuurlijk, ze bliezen hoofd van de toren, zeg maar. Met 2 keer de performance van de 2080. Zeiden ze 2 keer? Sorry? Zeiden ze 2 keer de performance? 2 keer de performance van de 2080. Ja, oké. Okay. Ik dacht eerder dat ze rond de 50-80% zaten. Uiteindelijk, ja. Ja, precies. Maar, nee, maar ook qua iets wat er van tevoren was gezegd. Maar misschien dat meer dan de bepaalde leaks zijn geweest of iets dergelijks. Maar, dat klopt, ja. Mijn verwachtingen, ik weet dan even niet meer precies waar die door waren geschept. Dat is eigenlijk wel precies wat ze hebben waargemaakt.
Ja, vanuit onze leaks inderdaad wel. Nou, maar hij zei dat tijdens die presentatie, ze twee keer de performance. Ah, en ja. Nou, toen kregen ze natuurlijk, stuurden ze die kaart uit. Nou, bijvoorbeeld Linus Tech Tips, Digital Foundry, noem het allemaal maar op. Nou, die mochten niet eerst normale benchmarks draaien. Dat mocht alleen binnen bepaalde keuze aan games, mochten ze percentages meten ten opzichte van performance, ten opzichte van de vorige kaarten. En nu zijn die uitgekomen. Hebben ze gewoon een eigen selectie aan games gemaakt. Nou, de ene game is beter geoptimaliseerd voor deze nieuwe generatie dan de andere natuurlijk. Ja. Gemiddeld zaten ze op inderdaad 65-80% gains. En daar hebben ze ook meteen Nvidia naar gevraagd van, hey jongens, jullie zeiden twee keer, hoe zit dat? En dat had ermee te maken dat dat om hele specifieke games ging. Het ging om Quake 2 RTX, die heeft dubbele performance. En het ging om Minecraft RTX. En het lijkt voornamelijk ook dat de allergrootste gains, want dit zijn die 65-80% performance games, dat zijn gewoon de reguliere gains, om het zo maar te zeggen. Maar dat games met raytracing nog hoger uitvallen wat dat betreft. Ja. Is dit eindelijk het jaar waarin 4K gaming nu serieus gaat worden voor de PC? Nou, was het dat nog niet? Mensen waren een beetje up and about daarover, weet je wel? Van ja, het kan, moet je het willen, nog niet echt. De sweet spot was echt 1440p. Ik denk dat dat nu misschien wel een beetje verschoven is. Ja, nou, met deze kaart zeker. Als je die benchmark ziet, juist op die hogere resoluties. Het blaast er echt doorheen. Dus, dat is eigenlijk een hele makkelijke conclusie. En je ziet hem ook overal. Nu kan je die competitieve shooter met raytracing en op 4K alles op max spelen. Dat kan met deze kaarten. En ik bedoel, dan zit je niet op 140 frames per seconde, maar zit je wel op 75 frames per seconde. Ja. En dat is, weet je, en dan bedoel ik dus competitieve shooter voor een gewone speler. Niet e-sports, maar gewoon, weet je, competitieve shooters waar je gewoon wil dat alles super soepel draait. Voor huis, tuin en keuken gebruik. Dat kan nu op 4K met raytracing aan met deze kaarten. Makkelijk. Ja, nee, super, super excited daarvoor. 65-80% is ten opzichte van de RTX 2080. 24-37% performance gains ten opzichte van de RTX 2080 Ti. Ja, maar het is niet overal. Want ik heb best wel veel grafieken gezien. En er zijn ook absoluut genoeg tests, weet je, waar die 30% boven de 2080 super zit en 10-20% boven de TI. Maar dat is alsnog hartstikke mooi, ja. Want hij kost 699 adviesprijs. En die TI, dat was een kaart van 1200-1300 euro. Nee, dus Steve is een kaart. Ja, true. Ja, maar ja, die kaart is bij deze niet meer relevant, niet voor die prijs. Dus nu de TI, die kan je niet meer verkopen voor meer dan 700. Nee, als jij een 2080 Ti had, is die met deze release in één keer honderden euro's in waarde afgenomen. En nog veel meer, want de RTX 3070 volgens Nvidia zelf is ook krachtiger dan het 2080 Ti. En dat is een kaart van 519 euro. Start vanaf 519 euro in ieder geval. Dat is echt insane. Hoe voel jij je? Denk je, als je 2-3 maanden geleden, misschien zit je er niet zo diep in als wij. Je hebt gewoon goed gespaard. 2-3 maanden geleden pak je spaarpot en je zegt, ik koop nu gewoon het beste wat er is. En je koopt even voor 1200 piek een 2080 Ti. Maar dat doe je niet als je niet erin zit. Ik heb in retail gewerkt, Steve. Ja, maar ik bedoel, oké, maar als je gewoon, weet je, niet helemaal into de PC-building shit zit, maar je koopt wel een videokaart voor 1300 euro, dan kun je dat missen. Het voelt nog steeds een beetje gut-wrenching, man. Ja. Ik ken wel wat mensen inderdaad die inderdaad wel dik geld hebben neergelegd voor de last gen, zeg maar. En ik denk, ik heb ze er nog niet over gesproken, maar ik denk inderdaad dat sommigen die inderdaad eens hebben van, nou, ik wilde gewoon een dikke upgrade en ik heb daar gewoon wat meer voor aan de kant gelegd. En die kopen dan zo'n kaart en die horen dan dit. Ik denk dat die wel op een vuist bijt. Het is niet dat het een geheim was dat deze kaarten kwamen. Nee dat niet. Dus, nee. Ja, weet je, dat is met alles. Ik bedoel, als jij niet onderzoekt wat er uitkomt, dat is met elk stukje elektronica.
Ik bedoel, als je niks weet van wat er uitkomt en je koopt een week voordat de nieuwe MacBooks worden aangekondigd, koop jij een MacBook. Ja, dat is ook zonde van je geld. Voelt net zo schof terug, inderdaad, ja. Weet ja, je, dat ja. is gewoon tech releases. Ik bedoel, als jij iets gaat kopen, ja, check heel eventjes wat de roadmap van dat product is wat je gaat kopen. Misschien komt morgen de nieuwe versie uit. Ja, ja. Want dat gebeurt gewoon. Want ik zat Amazon zit ik al de hele week in de gaten te houden van wanneer ik eindelijk die kaart kan bestellen. En ik zie gewoon, want je kan voorraden zien bij bepaalde kaarten. Die 2080 Ti wordt gewoon nog steeds verkocht voor €1135. En eerst ging die van 3 stuks nog op voorraad. Nou, nog eentje op voorraad. Dus er zijn kennelijk nog steeds mensen die het kopen. Want die prijs is eigenlijk niet veranderd. Die is vrijwel gelijk gebleven. Ik had begin deze week een RTX 3080 gekocht van Gigabyte, jongens. Leuk. Behalve dat die gisteren, kreeg ik daar een mailtje over. Nee, die verkoop gaat niet door. Ik denk dat ze gewoon een embargo hadden verbroken op Amazon. Want ze mogen eigenlijk pas 17 september, dat is vandaag de dag dat we het opnemen, om 3:00 mogen ze pas in de verkoop gaan. Ik zit alvast klaar om keihard de hele fucking tijd de F5 en de eentje te bestellen. Maar die was in één keer beschikbaar. Volgens mij was dat op maandag. En trouwens was vorige week al. En ik heb daar meteen op bestellen geklikt. En alles doorgelopen en besteld. En echt gisteren kreeg ik een mailtje. Nee, gaat niet door. Dus dat is even. Ja, dat is prima. Wacht gewoon even al die AIB-bordjes af. Die worden elk moment allemaal aangekondigd. En dan kan je gewoon kijken wat echt de beste is. Ik bedoel, Gigabyte heeft vaak hele mooie versies. Maar ja, soms heeft een van de partijen net even in een generatie een iets mindere cooler. Of is er iets qua... We gaan het natuurlijk uitgebreid over deze kaart hebben. Ja. Ze gebruiken, als je het wil gaan hebben over wat er aan kanttekeningen bij het plaatsen zijn. Ze verbruiken veel stroom. Ja, ze zijn zo'n kaart van met een third-party cooler kan anders afgesteld zijn. Er zijn er een paar geweest. Die ROG-kaarten die zijn vaak supergoed qua koeling. Maar ook net nog een tandje meer power hungry. Dus ja, weet je, dat je moet nog even kijken welke... Het zijn marginale verschillen, maar er gaat altijd weer één het beste zijn van de custom versies van deze kaarten. Ik weet niet of ik die luxe heb. En ik ben ook benieuwd wat jullie mening daarover is. Ik heb sinds lange tijd niet zo'n hype meegemaakt omtrent de nieuwe launch van de GPU. Echt iedereen heeft het erover. Ik zie zelfs mensen met de RTX 2080 Ti en ook 2080 Supers zie ik erover nadenken om toch de stap te maken. Wat echt insane is, want dat is nog steeds een rock solid kaart natuurlijk. Die is nog steeds super bruut. En ik ben bang dat er hele grote tekorten gaan zijn in eerste instantie. Zeker ook nu we de coronacrisis achter ons hebben. We zitten nog steeds middenin. Ja, maar, er is ook een keuze voor het geheugen geweest. Waardoor dat inderdaad best wel aannemelijk kan zijn. Dat die 699 adviesprijs. En dit geldt trouwens alleen dus voor die third-party kaarten. Ja. Want Nvidia verkoopt altijd direct vanuit Nvidia zelf die kaart voor 699 met hun eigen reference cooler. Maar ja, andere kaarten, dat wordt gewoon de markt die de prijs bepaalt. Dus als er inderdaad een tekort op dat geheugen blijkt, wat die kaarten gebruiken, dan zou die 699 nog wel eens een mooie adviesprijs kunnen zijn die in de praktijk nergens te vinden is. Nee. En daar komt ook nog eens bij dat ik uit het crypto-valuta kamp ook heel veel interesse hoor. En ook al foto's voorbij heb zien komen van mensen die gewoon al 10 van die dingen hebben liggen. Althans, het waren dozen, dus ik weet natuurlijk niet of er echt wat in zat. Maar om de hype maar even op te bouwen. Er is echt... mensen willen ook massaal die kaart gaan inzetten om crypto te gaan minen. En ik kan me niet weer de shit tegemoet, hè? We gaan toch niet weer de shit tegemoet dat er nergens een fucking GPU verkrijgbaar is? En ik hoorde ook inderdaad dat heel veel Ethereum-gasten echt op deze kaart zitten azen. Ethereum, dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Ja, nou, ik zal je eerlijk zeggen dat ik daar stiekem dus toch wel een beetje bang voor ben. Want ik hoor dat best wel veel al. En ik kan me nog heel goed herinneren hoe dat met die vorige crypto gekte ging. Dat er echt kaarten voor 2-3 keer de normale prijs
Ja, dat was toen de 1000-serie van Nvidia net een beetje nieuw was. Dat zat in die generatie. Die prijzen van die 1060, 1070, 1080, die werden flink omhoog geduwd. Nou, ik kan me de filmpjes nog wel herinneren op social media, hoor. Van mensen die gewoon slaande ruzie kregen in de winkel, omdat gewoon één gast, die pakt gewoon 30 kaarten en die rekent ze af en er is niks meer, weet je wel. Ja. Ongelooflijk. Ja, ik hoop niet dat we dat weer gaan krijgen, want dat is de reden waarom ik die Gigabyte gewoon echt blind heb gekocht. Hij was beschikbaar, ik koop hem gewoon en als ik uiteindelijk nog, want persoonlijk wil ik zelf voor de Founders Edition gaan. Ik heb de reviews nu gezien. De nieuwe vorm van koeling die ze erin hebben verwerkt, schijnt heel erg goed te werken, want hij verbruikt natuurlijk 100 watt meer aan stroom. Dat is gewoon meer hitte die ook opwekt. En hij schijnt gewoon lagere temperaturen nog te hebben dan de 2080 series die op dit moment uit is, die wat meer traditionele manier van koeling heeft. Met ook de Founders Edition koeling. Ja. Ik bedoel, je weet wel gewoon, weet je, de custom cooling oplossingen van de third party bedrijven. Die gaan gewoon 5 tot 15 graden koeler zijn. Denk je dat ook nu nog steeds? Want even voor de mensen thuis die niet weten wat er nu anders is. De Founders Edition kaarten van Nvidia, die hebben echt de koeling compleet op de kop gegooid. Bijna letterlijk. Want aan de ene kant zuigen ze nu koele lucht aan. En aan de andere kant blazen ze dat naar boven weer eruit. En natuurlijk aan de exhaust aan de achterkant. Terwijl alle third-party kaarten op dit moment nog redelijk wat traditionele zijn met 3 fans op de voorkant, zeg maar. Ja, maar je weet niet hoe die koelingen gaan zijn van hun voor deze kaarten. Nee. En wat die third-party bedrijven doen is natuurlijk meer dan de cooling. Want die hebben, tenminste, dan de fans bedoel ik eigenlijk. Want die hebben juist ook hele dikke heatsinks erop, andere materialen die ze gebruiken. Dus ja, daar kan echt nog wel een heel groot verschil in zitten. En die engineeren gewoon, want die hoeven niet de kaart te ontwikkelen, dat doet Nvidia. Die steken hun tijd in hoe je dat maximaal kan benutten qua opbouw van de PCB en de koeling. Dus ja, die hebben daar gewoon meer tijd en resources voor gehad. Ik kan me niet voorstellen. Ik bedoel, het zou een redelijke steek voor ze zijn als ze niet echt grote meerwaarde kunnen bieden. Ja, nee, ik ben helemaal mee eens. En voor mij is het ook een beetje super vain natuurlijk. Ik vind die kaart gewoon, de Founders Edition, ik vind hem prachtig eruit zien. Een klein dingetje ook is dat ze wel zeggen dat die Founders Edition, die heeft wat coil whine. Ja. Dus je hoort die coils bij serieus gebruik. In een dichte case niet heel erg, maar als jij bijvoorbeeld zo'n chique, mooie, open case hebt, je hebt er een paar, weet je, met alleen zo'n plexiplaat die erboven zweeft. Mm-hmm. Ja. Dan ga je de kaart, je gaat die coil whine wat meer horen. En nog belangrijker, ze hebben voor hele innovatieve koeling zijn ze nu gegaan. Anders dan wat je normaal gewend bent. Als we de eerste geluiden mogen geloven, is die ook niet heel erg geschikt voor hele compacte systemen. Natuurlijk moet je daar altijd een beetje oppassen met GPU's en hoe die in hele compacte systemen passen. Maar vooral met hoe die de warme lucht wegblaast, dat blaast hij gewoon rechtstreeks op sommige processoren in bepaalde configuraties. Ja. Dus ja. Dat is zeker iets om rekening mee te houden. Nou, we zeiden al, hij is al power hungry. Er zit volgens mij een 12 pins connector op in dit geval. Dus, ja, dat is over. Ga je gang. Ja, over hype gesproken inderdaad. Jongen, ik moet inderdaad zeggen hoeveel nieuwsberichten ik alleen al voorbij heb zien komen over die connector. En in eerste instantie dat mensen nog dachten van, nou, dit is een hoax, dit zal wel niet, of dit is onzin, Nvidia gaat zomaar even een nieuwe standaard introduceren. En op een gegeven moment bleek dat dus gewoon waar te zijn. En ook daar was het kamp over verdeeld. Maar ik bedoel, ik vind het gewoon grappig dat hype-wise er zelfs al zoveel buzz gegenereerd kan worden over een connector op een videokaart. Maar het leeft. En dat vind ik zo prachtig. Het leeft echt enorm. Ik vind het niet een hele nice oplossing. Want als ik kijk naar wat erbij geleverd wordt, er wordt gewoon een adaptertje geleverd die van 12 pin naar een ijvertakking gaat. Ja. Dat gaat er echt super lelijk uitzien in je case. Ja, dat ten eerste. Echt een reden om daar even mee te wachten. Ik bedoel, ik zit sowieso met die 2080 Super. Ja. Dus ik heb nog niet heel veel interesse om naar deze generatie te upgraden.
Maar ik zou dat sowieso dan ook doen in combinatie met een nieuwe voeding. En dan wel eentje waar deze kabel gewoon standaard bij zit. Want ja, ik heb net alles hier helemaal netjes met die sleeved cables. Ik ga dan niet met zo'n gare adapter en allemaal rotzooi ertussen. Weet je waar het allemaal me aan doet denken? Zo'n standaard blammo fix met gaffertape. Gewoon gaffertape will fix it. Gewoon meer erop. Ja. Nee, ik vind het echt verschrikkelijk lelijk wat dat betreft. En wat daarin ook nog niet helpt, is dat die connector, in elk geval bij de kaarten van Nvidia zelf, ook nog in het midden zit. Ja, echt. Ze zullen hun redenen natuurlijk hebben daarvoor, maar ik vind het echt verschrikkelijk lelijk inderdaad. Nou, genoeg over de 3080. Sikke kaart. Ik denk dat iedereen die überhaupt na te denken om te upgraden, toch wel veilig kan upgraden als je überhaupt de kaart nog kan krijgen. Dat is nog maar de vraag natuurlijk. Maar er is ook echt een hele insane versie. De RTX 3090 met 24 gigabyte aan GDDR6X. VRAM moet heel even bijgezegd worden. De GDDR6X zit alleen op de 3080 en de 3090. En niet op de 3070. Dus dat is misschien nog iets om rekening mee te houden. Ze hebben natuurlijk een hogere CUDA core count dan de 3080 en een hogere Tensor core count. Voor wie is deze GPU, jongens? 1500 piek. Voor de ballers. Ja, voor de mensen die een TI kochten voorheen. Ja. Ik zou bijna zeggen, voor mij. Maar ik denk dat ik daarvoor tegenwoordig ook te weinig edit en met te weinig special effects smijt om het helemaal te kunnen verklaren. En dan wat die hardcore games betreft. Maar ja, nee, inderdaad, ik denk gewoon voor de ultra, ultra hardcore gamer die daarnaast ook nog bezig is met media creation. Ja, dit is echt een insane grafische kaart. In alle opzichten, want hij is ook fucking huge. Ik denk dat jullie hem ook wel hebben gezien. Hoe Jens hem daar in zijn hand had in de keuken natuurlijk. Een bizarre GPU. Ik denk dat we hier weer hetzelfde verhaal inderdaad hebben wat we hadden met de 2080 Ti. Ja, het is het vetste wat je kan kopen. Maar de performance die je wint voor de prijs die je betaalt, is niet heel erg interessant, toch? Nee, absoluut niet. Dus is totaal niet nodig. Oh, ik zie je kijken, Donnie. Nou ja, maar het is nogmaals, dat zou denk ik meer ook zijn als je gewoon ook heel veel aan media creation doet, aan special effects. Als je echt gewoon die CUDA cores vol gaat inzetten, inderdaad. En zelfs dan nog is het misschien een twijfelgeval, maar eigenlijk wil ik hem gewoon. Gewoon doen, Donnie, gewoon doen. Wel nadenken, gewoon doen. Hey, een ander ding is, deze heeft natuurlijk 24 gigabyte VRAM. Dat is echt insane. Ik hoor best wel wat mensen hun zorgen uitspreken over de 10 gigabyte die in de 3080 zit. Is dat gewaarborgd? Ja, dat was wel nog een punt dat ik ook wilde aansnijden. Dat is los van de connectoren, is dat ook een reden voor mij dat ik de volgende generatie interessanter vind. Want Hebben we het dan over weinig. De superversies of echt een volgende generatie? Nee, gewoon de superversies inderdaad. Want ik vermoed dat die 1000 of die 3080, als daar een update voor komt, zal die niet met 10 gig zijn. Kan ik me niet voorstellen. Ik denk dat daar dan 16 gig op zit bijvoorbeeld. En waarom denk je dat dat ze hier nog redelijk bescheiden zijn gebleven? Is dat gewoon kosten? Ja, het kan, het kosten is heel aannemelijk. Misschien dat het ook qua techniek, qua bord, dat het allemaal niet makkelijk erop te krijgen was, goed werkend. Ik weet het niet. Maar ja, gezien de horsepower die verder op de kaart zit, is 10 gig aan de krappe kant. Ik bedoel, nu merk je het niet, maar op het moment dat je die games of die kaart nog verder kan laten blazen, ja, dan is 10 gig videogeheugen niet superveel. Gaat Nvidia RTX IO daar een rol in spelen? Dat is een nieuwe techniek die ze hebben aangekondigd. Ik denk, en please correct me if I'm wrong, want ik heb hier niet heel veel kaas van gegeven. Ik denk dat dit zeer vergelijkbaar is met wat de PlayStation 5 gaat doen met het streamen van data direct naar de GPU. En ook volgens mij Xbox heet dat de Velocity architectuur.
Is dat hiermee vergelijkbaar? Ze gaan data rechtstreeks vanuit SSD storage gaan ze naar de GPU pompen om daarmee de CPU te omzeilen. Ja, dat zou je wel zo ongeveer naast elkaar kunnen leggen inderdaad. Ja, en daarom denk ik inderdaad ook net als Steven dat juist met zo'n techniek dat 10 gig al snel te weinig gaat zijn. Want ik bedoel, als je dan de mogelijkheid hebt om dat rechtstreeks naar binnen te trekken allemaal zonder tussenkomst van je CPU. Ja, dan wil je daar natuurlijk ook wel gebruik van maken en de boel gewoon flink gaan volladen met high-res textures. En nou snap ik ook wel dat aan de andere kant je wel kan zeggen van ja, maar juist omdat je die mogelijkheid hebt kun je veel sneller dat geheugen leeg smijten. Dat was mijn vraag. Kan het juist ook het ontlasten? Want ze hebben het echt inderdaad over het streaming van dat soort hele hoge resolutie textures. Heel snel in en out natuurlijk. Kijk, jij zegt ze kunnen daardoor misschien niet optimaal benut maken juist van de 10 gig. Maar of kunnen ze het juist ook ontlasten op deze manier? Ja, ik denk dat de waarheid daarin een beetje in het midden ligt. Ik denk dat voor allebei wel wat te zeggen valt. Maar ja, aangezien natuurlijk die open world games steeds groter worden en de resolutie van die textures ook steeds groter, denk ik wel dat dat het uiteindelijk ja, ik bedoel, een bottleneck kan worden, want ik bedoel, hoe je het ook went of keert, SSD's zijn snel, maar GDDR6 geheugen is sneller. Dus ja, je hebt toch, het moet toch ingeladen worden. En natuurlijk, zonder tussenkomst van de processors kan je wat tijd besparen. Maar ja dus ik denk dat we dat inderdaad gewoon even moeten afwachten hoe ze dat uiteindelijk toe gaan passen. Maar ik denk dat ik het persoonlijk op safe zou spelen en voor een kaart zou gaan met meer RAM. Ja, ik heb hetzelfde. Zeker als je in dit segment een kaart koopt. Ja. Maar wat wel heel interessant aan die techniek is natuurlijk, is dat hele verhaal van die CPU-bottlenecking bij high-end kaarten minder relevant wordt. Ja. Dus zeker waar we het al heel kort even over hadden, dat hele Intel-verhaal wordt dan ook minder relevant. Als dat gewoon allemaal rechtstreeks de kaart in wordt gestuurd en niet via de CPU. Ik moet zeggen, ik was best wel verrast hierover. Ik had ook met een aantal communityleden hier een paar maanden geleden uitgebreide discussies over. Over dat de PlayStation 5 dingen zou gaan doen die de PC niet kan. En ik zag dat in eerste instantie niet zo snel opgelost worden. Alleen maar door echt de brute force met power. Dus inderdaad gigantisch veel VRAM erop te zetten. En ik had dit niet zien aankomen. En ik denk dat dit toch wel weer een ding is wat We gaan steeds slimmer met de hardware om. Dus ja. We hadden het natuurlijk laatste keer ook over dat native resoluties er ook niet meer zo heel erg toe doen. Het gaat juist om het upscalen. Deep learning supersampling speelt daar bijvoorbeeld een hele grote rol in. En ook dit is gewoon weer een manier om slimmer om te gaan met de al immense power die je hebt. En dit zijn toch wel de dingen die mij ook echt insane excited maken voor de nieuwe console generatie. En Nvidia zei het ook, weet je, als je de afgelopen 20 jaar enorm hebt genoten van gamen, de volgende 20 jaar gaat echt veel insane worden. Ze waren wel echt van de one-liners tijdens die presentatie, maar bij mij werkte die wel. Ze triggerden mij wel. Nou, ik moet zeggen inderdaad dat ik het daar heel erg mee eens ben. En ik merk ook echt, maar dat komt misschien ook inderdaad de retro gamer in mij. Ik kom uit een tijd dat geheugen schaars was en dat CPU cycles schaars waren. En dat developers er alles aan deden om het maximale eruit te trekken. Om de boel super efficiënt te maken. En ik vind het gewoon mooi om te zien dat hoogstwaarschijnlijk dus weer gaat gebeuren. Want ik merk gewoon ik ben geen fan van restricties, maar ik merk wel dat met dat soort restricties mensen wel echt heel creatief worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ja, nee, same, helemaal waar. Nvidia, die blijft ook flink uitbreiden om de wereld te veroveren. En ze hebben ARM gekocht voor $40 miljard. Natuurlijk ARM bekend, die de technologie licenseert aan Qualcomm en Samsung. Noem het allemaal maar op, ARM-chips. Is dit een insane move? En wat gaat dit betekenen voor de toekomst van Nvidia? Ja, waar te beginnen? Ik denk dat het voor Nvidia, als de deal wordt goedgekeurd. Ja, dat is nog een ding trouwens, hè? Want China wil er een stokje voor steken, heb ik begrepen.
Ja, als die deal doorgaat, denk ik dat dat inderdaad een gouden toekomst wordt voor Nvidia. Aan de andere kant denk ik dat juist daardoor het voor de andere bedrijven, de licentieafnemers, een minder gouden toekomst wordt. En ik weet wel dat Nvidia zegt van ja, nee, maar we gaan dat allemaal open houden en mensen kunnen gewoon hun licenties nemen en eigenlijk gaat er niks veranderen. Maar ja, leer mij de gemiddelde overname kennen. Zo begint het altijd, maar zo eindigt het bijna nooit. En waarom zou Nvidia dat willen doen? En waarom zouden ze niet zelf dan die chips gaan uitbrengen? Nou, ik denk dat gewoon met licenseren valt gewoon heel veel te verdienen. En als ze gewoon zo dicht bij het vuur zitten, dan denk ik wel dat ze daardoor gewoon veel sneller, veel efficiënter iets op de markt kunnen zetten. En als zij zelf een soort van CPU architectuur ontwerpen, die natuurlijk gewoon wel ARM-based is, ja, dat ze daarmee ook gewoon kunnen zeggen van nou, wij hebben al een mooi ontwerp, willen jullie dat, licenseer dat dan bij ons en dan, nou, dan is dat ook gewoon geld binnenharken. Misschien is dat iets kort door de bocht verwoord, maar ik denk wel dat op die manier Nvidia daar toch wel heel veel aan gaat verdienen. En dan blijf ik daarin nog redelijk neutraal, want ik heb natuurlijk ook verhalen gehoord van mensen die dit gewoon totaal geen goed idee vinden en vinden dat het gewoon onafhankelijk moet blijven. Zelfs de medeoprichter van ARM heeft zich ermee bemoeid en heeft gezegd van nee, Nvidia mag het niet allemaal in de handen krijgen en het moet allemaal gewoon open blijven en ze moeten garanderen dat het hoofdkantoor in de UK blijft. En ja, weet je, ze zijn gewoon bang dat Nvidia uiteindelijk de boel toch een beetje dicht gaat zetten. Mm-hmm. En ik kan me die angst wel voorstellen, ja. Vanuit Nvidia, was dit een strategische move voor hun push naar artificial intelligence? Je ziet het ook in elke presentatie die ze doen. Het merendeel gaat tegenwoordig over artificial intelligence. Ze gaan op basis van deze ARM-technologie gaan ze een AI-supercomputer gaan ze daarmee bouwen. Dat is in ieder geval de goal. In dit geval gaan we deze ARM-technologie ook voor PC-gamers iets doen in Nvidia-producten? Ik denk niet op korte termijn. Ik denk dat als het al gaat gebeuren, dat echt nog wel even gaat duren. Al moet ik wel zeggen dat er natuurlijk wel een beetje gerommel is. Nu Microsoft zich natuurlijk iets meer bezighoudt met ARM. En Apple zich natuurlijk bezighoudt met de ARM-architectuur. Maar ik denk dat het voor gamers nog niet echt op korte termijn al iets gaat opleveren. Oké, nou dan hebben we dat voor elkaar. Dan hebben we nog twee nieuwtjes van AMD. Geregeld bij deze. Ja. Dan hebben we nog twee nieuwtjes van AMD, jongens. Want AMD die heeft bekendgemaakt om op 8 oktober de Ryzen Zen 3 4000 serie uit de doeken te doen. En op 28 oktober de Big Navi GPU's natuurlijk die eraan zitten te komen. Laten we beginnen bij de CPU's. 8 oktober dus. De Zen 3 architectuur, nog steeds AM4 socket wat ze gaan gebruiken. Moet compatible zijn met 400 en 500 series AM4 moederborden. Daar was eerst nog geheibel over, ja. Omdat ze de 400 series zouden uitsluiten. Dat doen ze nu dus niet. Die houden ze nog gewoon aan boord. Je hebt wel voor de mensen die een PC gaan bouwen en daar een 400 serie moederbord bij gaan kopen, hou er rekening mee. Dat moederbord moet een BIOS update gaan krijgen. Anders gaat hij niet werken met de CPU. En dan zit je thuis met een waardeloos systeem waar je nog niks mee kan. En dat is kut. Want dan moet je die moederbord weer terugsturen om het te laten updaten. Noem het allemaal maar op. Volgens dat is trouwens iets, ja? Sorry? Dat ik mij nog afvraag. Want ik weet dat AMD een tijdje een actie had dat als je daar last van had, dat je dat kon aangeven bij AMD en dat ze jou dan een hele oude CPU zouden opsturen die daar nog net op zou passen, zodat je in elk geval je moederbord nog zelf kon flashen. Ik weet alleen niet meer of die actie nog loopt, maar ik vond dat wel een mooi gebaar. Ja, maar het zijn dingen die je liever niet wil hebben wat dat betreft. Uiteraard, tuurlijk. Beter voorkomen dan genezen natuurlijk. Maar ik heb wel eens meegemaakt bij anderen dat ze inderdaad zo'n systeem samenstellen en dan geen boot. En dan moeten ze flink klooien en moederbord terugsturen of van iemand anders weer een processor lenen en gedoe. En natuurlijk, als je zoiets van AMD zelf moet krijgen, moet je daar ook op wachten. Maar ja. Nou, ik vond dat wel
Nee, zeker. En voor mijn pa had ik dus een gaming PC gebouwd met de Ryzen 5 3600. Maar ook een B450 moederbord. En voor mij was het ook een beetje spannend bij het bestellen van... Ga ik een moederbord krijgen wat al een jaar op de plank ligt? En niet die BIOS update heeft gehad? Want dan ben ik redelijk royaal fucked. Of heb ik een redelijke nieuwe en het bleek uiteindelijk het laatste te zijn. Dus daar ben ik wel blij mee. Er zijn een aantal geruchten, jongens. Een 200 tot 300 MHz boost ten opzichte van de Ryzen 3000 series. Dit om de concurrentie natuurlijk aan te gaan met Intel, die gewoon hogere clockspeeds heeft per core wat dat betreft. Het paradepaardje zou de Ryzen 4950X zijn met 16 cores, 32 threads, geklokt op 4,9 GHz. En de push naar heel veel meer cores zou nu iets rustiger blijven gezien het feit dat Intel moeilijk kan concurreren op dat vlak. Wat vinden jullie van deze eerste geruchten en leaks? Het is een mooie chip. Zeker. Die 4950X klinkt niet verkeerd. Het enige wat ik even wil afwachten, als je nieuwe systemen gaat bouwen, is dat super interessant. Als je gaat upgraden, ik wil eerst eventjes echt wat in-depth review zien over hoe deze Zen 3 performt op die 400 serie moederborden. Ja. Want ik heb dan die 470 Strix. Het kan interessant zijn. Alhoewel, weet je, kijk, ik zit dan waarschijnlijk naar een upgrade ronde zou zo'n chip zijn, een nieuwe videokaart en daarmee dus ook automatisch een nieuwe voeding. Ja, alles dat... PCI Gen 4 natuurlijk gelijk. Ja, maar ja, dat is dan niet op dit moederbord. Dus heeft dat nog zin om dat op dit moederbord te doen? Ik bedoel, qua PCI Gen 4 is dat prima. Want ik moet daar echt ook even wat reviews van gaan zien te zijner tijd. Maar ik denk niet dat die 3080... bottlenecked is als je PCI Gen 3 gebruikt. Die moet al dat dataverkeer makkelijk aankunnen. Ja, even voor de duidelijkheid, PCI Gen 4 heeft zo'n gigantische bandbreedte. Dat wordt door niemand nog geutilized en ook de performance gains daarmee zouden voor de meeste mensen niet eens merkbaar moeten zijn. Nee. Maar goed, weet je, op het moment dat je zoveel geld uitgeeft aan een upgrade, je doet de CPU weer, de voeding, ja, wil je dan niet ook, weet je, het moederbord meedoen? Tuurlijk. Maar dan is de vraag, is het geheugen wat ik nu heb dan nog steeds het optimale geheugen voor dus dan ben ik gewoon een hele nieuwe fucking PC aan het bouwen, eigenlijk. That's how they get you. Ja, ja, en eigenlijk wil je dan ook een hele nieuwe kast waar nog geen stofje in heeft gezeten. En misschien een nieuw toetsenbord. Ja, ja. Dus dat is helemaal oké. Okay. Nee, maar dus ik dat upgraden van die onderdelen, weet je, hoe lang dat AM4, die socket, wordt ondersteund nu, is heel cool. Maar ja, ga je daadwerkelijk onbeperkt, of ga je nu dan eigenlijk al... ga je vier generaties lang CPU's upgraden, terwijl dan je geheugen achterblijft. Ryzen zijn hele gevoelige chips voor de interactie met geheugen. Je hebt die Infinity Fabric, weet je, dus je wil dat de geheugensnelheid matcht met jouw CPU. En, ja. En vergeet ook niet gewoon het mentale gedeelte. Het blijft altijd in je achterhoofd knagen. Ja, dat is niet goed. Van, ik heb vette shit gekocht, maar ik benut het niet 100%. Ik zal eerlijk zeggen, als ik dit zou doen bijvoorbeeld, als de 3080 super uitkomt en ik beslis, ik upgrade nog één keer. Koop een mooie voeding met een mooi kabeltje voor die 12-pin. Zo begint het altijd, super. Steve. En ik doe die 4950X. En het zit er allemaal in en het draait als een beest. Dat zei je ook bij deze. Nee, maar dan vind ik het heel lastig dat ik geen PCI Gen 4 heb. Ja, maar dat bedoel ik. Het is altijd, dit is zo'n performance jump. Ik doe het nog één keer. En dan ga ik er de komende jaren mee vooruit. En dan verschijnt er 2 jaar later weer zoiets fucking insane. En dan ga je toch weer overwegen om je fucking ik zou dan echt de moederborden willen zien voor de nieuwe generatie Ryzen.
En kijken wat daar een beetje de best performende geheugenmodules zijn. Zodat ik dat, dan weet ik wat mijn huidige set nog doet daarop. Het klopt je portemonnee helemaal leeg, man. Dat gaat het doen. Ja, nee, ik ga helemaal niks doen. Ik ga dit lekker rustig uitzitten. Weet je, want ik heb helemaal geen haast. Ik kan net zo goed een mooie 3950X kopen te zijner tijd voor een prikkie. Zeker weten. Als die 4950X uitkomt. Dat is 12 cores, 24 threads, geloof ik, aan mijn hoofd. Ja. Ja, echt. Is dat niet ook? Ja, precies, die wel. Maar goed, dat, weet je, er zijn genoeg leuke dingen te doen nog. Te maar ik wacht wel een volgende generatie, of de update op deze videokaart af. Ik zit zelf nog een beetje te twijfelen van, want ik wilde een tweede PC bouwen, hè. Dat wist je natuurlijk al. En dan gewoon alle oude onderdelen van deze PC, oud althans, dus ook gewoon een X470 en noem het allemaal maar op, die gewoon in de tweede PC zetten en dan deze gewoon full-on X570, Ryzen 4000 en een 3080, mocht ik hem vandaag kunnen krijgen. En AMD, die heeft ook de eerste afbeelding onthuld van de Big Navi GPU, die 28 oktober officieel onthuld moet gaan worden. Ik vind het er ongelooflijk bruut uitzien. Ik hou gewoon van mooie looks. Deze kaart, de Radeon RX 6000, ziet er gewoon ongelooflijk gruwelijk uit. Dat moet gezegd worden. Gaat deze de strijd aan kunnen met Nvidia? Want Nvidia heeft wel echt een grote leap gemaakt wat dat betreft. AMD moet voor goede huizen komen. Zeker. Ik zou eerlijk zeggen, ik hoop het. Ik hoop het heel erg. Ik hoop echt dat die concurrentieslag gewoon keihard losbarst. Maar ik ben er eerlijk gezegd een beetje bang voor. Dat het misschien toch niet zo gaat zijn. En dat AMD dan toch weer op de... het gaat gooien op de prijs. Ja. Ja, jij denkt hetzelfde, Steve? Ja, één kleine correctie trouwens. Die 3950X is ook 16 core. Ik heb hem even snel gecheckt. Maar ik denk inderdaad, omdat die AMD-benchmarks echt niet teleurstellen. Ik bedoel, dat tweemaal had ik zelf wat minder in mijn hoofd zitten. Dus mijn verwachtingen waren ook niet tweemaal. Was ook redelijk absurd geweest. Maar die 30-80% die realistisch overal wordt gehaald, is ten opzichte van, weet je, de TI. Ja. Dat is echt redelijk absurd. Of absurd, is in ieder geval super netjes. Dat stelt gewoon niet teleur. Mm-hmm. Ik denk niet dat Big Navi zo sterk gaat zijn. Hoeft ook niet. Dus wat ze eigenlijk dan weer gaan doen, inderdaad, is precies wat Donnie net zegt, gok ik ook, dat ze dan een kaart hebben die niet zo sterk is als de 3080. Wel misschien wat sterker dan de 3070. En die moet dan qua prijs daartussenin gaan zitten. En als ze dat dan interessant genoeg doen, stel je voor, het wordt een kaart van 599, ja. Maar die niet heel veel onder een 3080 zit, misschien wel gewoon goed beschikbaar is, dan kan het interessant zijn, mits er geen nieuws komt van bovengemiddeld van mensen met driver stabiliteitsissues. Dan is het... Ja. Gewoon hetzelfde als met de huidige generatie, als met de huidige Navi, dan krijg je dat weer. Ik had er een gekocht, Donnie, want ik wilde ook heel graag dat het werkte. Ik dacht, het is ook leuk, heb ik gewoon even weer, weet je, andere driver, even weer iets nieuws, adrenaline, ik heb een Ryzen chip, leuk, een heel AMD systeem, maar ik heb hem terug moeten brengen, want ik had ook gewoon die stabiliteitsissues. En het lag nergens anders aan dan de driver, want die 2080 Super ging erin. Ik installeerde de Nvidia drivers en het was klaar. Zonder enige andere aanpassing, geen instelling, geen BIOS settings van de CPU. Want ik heb echt alles geprobeerd met die AMD videokaart. Ik kreeg het gewoon niet stabiel. En er zijn genoeg mensen bij wie het wel is, bij wie die wel gewoon stabiel is. Maar ja, het aantal mensen bij wie dat niet is, is gewoon te groot. Het is wel killing hoor, wanneer je honderden euro's neerlegt voor een GPU natuurlijk. Je wil gewoon niet af en toe een black screen. Dat is gewoon, dat werkt gewoon niet. Al is dat 1-2 keer per dag tijdens een hele dag gamen. Nee, dat is 1-2 keer. Ja, ik wou zeggen, dat is echt insane. Dit is de RDNA 2 architectuur natuurlijk. De basis ook voor de next-gen consoles.
En ja, we mogen het hier eigenlijk niet over consoles hebben, want dit is natuurlijk de PC Master Race show. Maar de consoles die maken gebruik van die chipsets. De performance die is vergelijkbaar met een 2080. Dus een Ryzen 7 3700X met een 2080. Dat is vergelijkbaar hoe de PlayStation 5 en de Xbox Series X gaat zijn. In eerste instantie hadden we zoiets van... Hoe de fuck ga je zo'n pakket voor een consoleprijs in de markt leggen? We zijn nu een paar maandjes verder. We zien wat er nu gebeurt op het gebied van GPU's. Is het nu beter te begrijpen? €500 voor de Xbox Series X en €399 voor de PlayStation 5? Ja, maar vergeet ook niet, een PlayStation 5 is niet een PC met NVMe geheugen en een Ryzen processor en een 2080. De op papier dezelfde specs als PC gaat nog steeds krachtiger zijn dan die PlayStation. Het is geoptimaliseerd, het is APU, weet je, het is niet een CPU-GPU combinatie. Dus je kan die lijnen trekken met even krachtig als een 2080 en zo'n processor en NVMe geheugen. Mm. Maar het is wel allemaal een beetje aangepaste hardware. Dus het is niet dezelfde PC met die onderdelen. Nee, maar bedoel je dan dat de PlayStation 5 sneller is of de PC? De PC, okay. Uiteraard. Ja. En ook duurder. Ja, wat ik wou zeggen, ik was behoorlijk verbaasd over de prijs die er eerst natuurlijk voor stond. €500 ongeveer. Nou, dan had ik zoiets van, als console gamer ben je dan ontzettend goed, kom je uit de voeten. Zeker omdat je nu eindelijk ook een console krijgt met een redelijk goede CPU. En dat is de afgelopen generatie wel anders gebleken. We zijn door het nieuws, heren. Ik heb alleen nog één dilemma. En dat is een dilemma van de maand. En ik denk dat het een dilemma is die bij veel mensen spelen. Zeker als ik in de Game Kings community kijk en ook gewoon op Discord. Moeten Turing-eigenaren gaan upgraden? En heel even daarbij in oogschouw nemen. Wat je nu nog kan krijgen voor je huidige 2080, 2080 Super of 2080 Ti of 2070, whatever. En het geld wat je daarbij moet leggen voor een nieuwe generatie. Wat is jullie mening? Ja, er is niet een eenduidig antwoord. Je moet. Ik zou het zelf denk ik niet zo snel doen. Als ik in die situatie zou zitten, zou ik het denk ik niet zo gauw doen. Maar goed, ik doe sowieso al wat langer met mijn hardware. Dus misschien ben ik geen goede maatstaf voor de rest van de community. Maar persoonlijk zou ik het niet zo gauw doen, denk ik. Er is geen ja of nee antwoord, want het hangt letterlijk van... Als in, wat zou je zelf doen? Nou, nee, maar dat is dus echt een heel belangrijk punt. Dat maakte Donnie net al duidelijk. Als jij, helemaal aan het begin, als jij een 1080p scherm hebt... Ja, nee, dan, helemaal waar. Weet je, de resolutie bepaalt hoe goed jouw kaart presteert. Dus kijk naar jouw frames per seconde. Als jij daar nog content mee bent met jouw Turingkaart... Ik bedoel, mijn 2080 Super... Weet je, ik zit op 1440p, zit ik voor mij op hele acceptabele framerates. Dus ik met die nieuwe kaarten heb ik een hele mooie winst in framerates, maar ik zit nergens onder de 60. Dus het is voor mij niet interessant op het moment. En ik weet alles wat dit jaar gaat uitkomen op de PC... ga ik op max settings op 1440p kunnen spelen, boven de 60 fps. Maar dat is een heel simpel antwoord, Steve. Dat is nee. Ja, dus, nee. Nee, maar dat is in dit specifieke... kijk, als ik shooters zou spelen en ik zou op een 4K-scherm spelen... Ja. En ik zou rond de 40 fps zitten... En dan is het altijd nog de vraag van, kan je überhaupt het geld missen? Als je dat op het moment kan missen en je neemt het serieus genoeg... ja, dan is die upgrade tastbaar. Ja, en zeker met oog op next gen. Ik denk dat heel veel mensen eind dit jaar gaan beslissen. Ga ik een next gen console kopen, een Xbox Series X of een PlayStation 5? Of ga ik mijn geld steken in een nieuwe GPU? Ik heb zelf altijd als stelregel, sla zeker altijd een generatie over. Dat heb ik gedaan. Ik heb een Pascal kaart. Turing heb ik overgeslagen. Dat gelukkig ook maar. Daar zat ook niet heel veel performance verschil in natuurlijk. Raytracing, deep learning, supersampling. Dat zijn dingen die ik echt heb gemist.
En ik ga hem nu kopen. Maar Daan, bijvoorbeeld, die hoorde meteen van die 3080 en die heeft zijn 2070 Super direct verkocht. En zo ken ik er echt nog een aantal. Ja, ja. Insane. Ja, nee, zeker. Ik laat hem erin zitten. Ik wacht netjes af. Die 2080 Super, die gaat Cyberpunk en Shadowlands prima kunnen draaien. Dus ik wacht de volgende update van deze kaart af. Ja, ja, nee, ik ben zelf ben ik natuurlijk wat generaties ouder wat de videokaart betreft. Dus ik, maar zelfs dan zou ik, of tenminste zelf dan, ik zou zelf persoonlijk wel gewoon upgraden als ik, of met de kaarten die ik nu heb, maar als ik inderdaad een 2000 serie zou hebben, dan dus niet. Nou, jij gaat upgraden naar 3090, dat hebben we al gehoord, Donnie. Ja, oh. Dat... jongens, we zijn hierbij bij het einde gekomen van de vierde aflevering van de PC Master Race Show. Donnie, hoe vond je het? Ik vond het heel tof. En trouwens, om nog heel eventjes, de retro Donnie in mij kon het gewoon niet laten toen ik hoorde dat ik hier aan mee kon doen en wat ging hebben over videokaarten. Dacht ik ga even graaien in mijn game room. En ja hoor, ik heb hem gevonden. Ik heb hem nog. Mijn allereerste 3D-kaart. Jezus. This brings back memories, man. Ik had de Voodoo 2. Welke is dit? Dit is de Voodoo Banshee. Oh, fuck. Dus dat was zeg maar een Voodoo kaart die niet als add-on kaart in je computer naast je normale videokaart stopte. Maar dit was een standalone kaart op zich. Dus eigenlijk iets tussen de Voodoo 2 en Voodoo 3 in. En classic, man. Ik weet nog toen ik die in mijn PC schoof en dat verschil zag, dat was echt mind-blowing. Ja, van software rendering in één keer naar hardware rendering, dat was echt insane. Ik weet nog, de allereerste game die ik met de GPU speelde, dat was volgens mij op een Voodoo 2, was een Carmageddon. En het transformeerde de game naar een pixelbreibende, naar in één keer iets wat een hoge resolutie had, strak draaide. Zo. Insane. Heel ja, vet. Ja, ja. Prachtig. Ik weet helaas niet meer wat mijn eerste game was die ik speelde met mijn Voodoo. Ik weet wel dat er... Quake, Unreal, dat soort games. Ja, Quake, Unreal, GTA 1. Had een speciale Glide executable die je kon draaien als je een Voodoo kaart had. En Mortal Kombat 4. Wauw. Dus good times, man. Heel vet, man. Ja, ik heb ze helaas niet meer. De laatste kaart die ik hier nog heb liggen en niet heb weggegooid is de 750 Ti. En moet ik heel eerlijk zeggen, daar heb ik 2 jaar geleden nog op gegamed. En verbazingwekkend kon die eigenlijk alles gewoon nog steeds makkelijk draaien op 1080. Ja. Dus alleen niet super, 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 super smooth. Maar maakt allemaal niet uit. Hey jongens, ik wil jullie bedanken voor jullie komst. En het was weer een mooie PC Master Race. En we checken jullie de volgende keer. Later. Laters.